Wij mogen ons nu beste koor van Gelderland noemen, zowel volgens de jury als volgens het publiek. En hoe voelt dat? Ja, nee, het is wel echt super cool dat je nu gewoon beste koor van Gelderland kan noemen, omdat het nu gewoon officieel is. Eigenlijk zijn we daar al een hele tijd mee bezig met de stukken die we gezongen hebben. En als het dan uitbetaald wordt met zulke prijzen, dan ben je heel trots en tevreden en kunnen we weer verder. Waarom waren jullie de beste? Nou, volgens de jury konden wij heel fragiel zingen en we hebben heel veel risico genomen omdat wij eigenlijk niet een geweldig groot koor zijn. Dus dat hele fragiele en het, ja, het risicovolle, dat bleek heel goed. Als je de koorklanken van al de koren hoort, dan springen wij er echt wel uit, vind ik zelf. Het is heel transparant en, moet ik zeggen, heel erg gevoelig. Er zit heel veel gevoel in en ze zingen natuurlijk heel geschoold. Het is allemaal loopzuiver. Maar de mengeling van kinderstem en jonge puber en ook al de jongvolwassenen maakt dat het een hele mooie, unieke combinatie is. Waarom is het eigenlijk leuk om een nachtegaaltje te zijn? Het is een hele fijne groep. Je kunt echt gewoon... We mengen ons allemaal in de gehele groep. En je kunt zien dat iedereen met iedereen om kan gaan. En het is altijd per repetitie weer verrassend van wat Bambi heeft bedacht. Van wat we kunnen gaan zingen en hoe we gaan zingen. En het inzingen is ook elke keer anders. En het is heel fijn om hier te zingen. Wat is de droom voor de toekomst? Ja, de droom voor de toekomst is 2 juni in Hengelo-Overijssel, waar de landelijke finale is. En dat we daar gaan strijden voor een hele hoge toppositie. Ik zeg niet dat we zullen winnen, want de koren uit Limburg zijn bijna niet te kloppen. Want die oefenen gewoon 3-4 keer in de week. Daar kunnen we eigenlijk niet tegenaan met 1 keer in de week onze repetitieavond. Maar we hopen wel heel erg te scoren. En vooral, we hopen mensen te raken. Dat is eigenlijk ons ultieme doel, om het gevoel over te brengen. De concurrentie is groot, maar ik heb er wel heel veel zin in. En ik denk de rest van het koor ook. Is er al een plekje vrijgemaakt in het clubhuis voor ook die prijs? Het zal vast wel plek zijn. Het is altijd plek.